Hey, psst. Karin, hoe werkt dat in? Psst. Zeg je nog met een naam, juist? Er zit dan een knopje op of een lichtje of iets dergelijks? Ik kom. Ah, hier is het lichtje. Ja, daar, zo. Zo. Hij werkt. Psst, psst. Ja. Waarom hebben we eigenlijk een warme muts? Omdat zij dat ook hebben, die meisjes van Pussy Riot. En dan Madonna dan. En Paul McCartney en Sting. Die voeren toch ook gewoon actie onder hun eigen naam? Maar wij zijn toch ook een subversieve, feministische, punk-anarchistengroep? Huh? Alleen wij mogen het ook niet van Gert. En dat is onze baas, hè. Oh ja. Oh. Hallo, jongens en meisjes. Wij zijn K3. Wij zijn A3, een volstrekt anoniem muzikaal actiecollectief. Wij verklaren ons kei solidair met de ten onrechte veroordeelde punkrockmeisjes van Pussy Riot. En langs deze onsympathieke weg vragen wij president Vladimir Poetin of hij hun vrij wil laten of zo. Dat het een en ander ook best iets te maken heeft met vrijheid van meningsuiting en zo. Is niet eigenlijk uitgesproken als Pussy Riot? Ik ga niet die hele tekst veranderen, Karin. Nee, Karin! Ja, nee, zottekop, u zegt dan weer mijn naam. Moet er een toek op uw bakkes? De band begint. Oh, joh. Hey, Storusje, Stomdomrusje. Hey, Storusje, Stomdomrusje. Vladimir, je stelt ons teleur. Siriot zong een liedje en nou zijn ze opgesloten. Vladimir, zet open die deur. Ben je mal geworden of soms in de kroten? Poetin, doe eens leuk en lief. Wees toch niet zo onsportief. Wees toch niet zo onsportief. Hou nu op met dat geplaag. Het wordt vandaag. Fanaticusjes daar, kutpoliticusjes daar, rusjes daar. Oh ja, dat is. Ja. Dat gaat niemand verstaan, hè? Ach, god, miljarden. Ik ga er helemaal veranderen, hoor. La Bono dat doen of Lady Gaga. Oh, ja. Gaan. Naar de pannen. Ja. Ik heb een afwasmachine. Plopsaland de pannen.